Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op 16 augustus. Een mistige start hadden we vandaag met op veel plaatsen zicht onder de 50 meter. Momenteel is de mist aan het oplossen en tussen 9 en 10 uur vanochtend denk ik dat alle mist wel verdwenen is. En dan krijgen we een hele aardige dag met zonnige perioden en wat wolkenvelden die voorbij trekken. Wel kan er in het noorden van het land vanmiddag een enkel licht buitje vallen. U ziet op de satellietfoto van vanochtend dikkere bewolking boven Groot-Brittannië. En die bewolking die komt geleidelijk aan onze kant op. En daar krijgen we morgen mee te maken. En dat betekent dat we morgen weer een heel ander weerbeeld krijgen. De loop van de ochtend gaat het van het westen uit regenen morgen. En smiddags regent het op de meeste plaatsen. Later in de middag wordt het vanuit het westen wel weer droog. Van droog weer moeten we dus vandaag genieten, want morgen ziet het er heel anders uit. Vanmiddag zijn er dus zonnige perioden. En er zijn wolkenvelden aanwezig. In het noorden misschien ook nog wel een enkel buitje. Temperatuur die loopt aardig op, hoor, na 22 tot 24 graden. En er staat weinig wind. Ook aan zee is het heerlijk weer. Misschien dat het in Limburg zelfs op een enkel plek nog wel 25 graden gaat worden. Vanavond klaart het breed op en blijft het nog lang zacht, ook al omdat er dan nog steeds weinig wind staat. Temperatuur ligt rond zonsondergang rond de 20 graden. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten kan het misschien nog eventjes wat nevelig worden, maar ik denk dat dat op zich wel mee gaat vallen. En dan zien we dus vanuit het westen de bewolking dikker worden. En uiteindelijk gaat het dan morgenochtend vanuit het westen regenen. En die regen die breidt zich uit naar het oosten. Tot aan de middag blijft het waarschijnlijk nog wel in Limburg droog. En de temperatuur kan dan nog oplopen naar zo'n 23 graden. De wind die trekt wat aan, die wordt matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. En ook op vrijdag en zaterdag waait het wat harder. Vrijdag wordt het ook weer wisselvallig weer, want in de nacht van donderdag op vrijdag is het wel eens wat droog, maar aan het eind van de nacht komen er weer buien opzetten vanuit het westen. Met name in de ochtend is het weer beeldbuig. In de middag klaart het wat op. Temperatuur ligt vrijdag tussen de 19 en 22 graden. Zaterdag is het ja, zeg maar gerust wat aan de frisse kant, met 18 tot 19 graden maximaal. Ook dan vallen er een aantal buien. Maar vanaf zondag ziet het er beter uit. Waarschijnlijk blijft het zondag al vrijwel overal droog. De temperatuur die krabbelt op. En die tendens zien we ook terug op de lange termijn. Want als we de pluim erbij pakken, dan zien we volgende week temperaturen die ruim boven de 20 graden oplopen op maandag en dinsdag. Hier zien we dat en ook daarna blijft die temperatuur toch wel aangenaam. Want hoewel de rode lijn zo rond de 20 graden ligt, laat de pluim toch ook heel duidelijk zien dat er een tendens is voor wat hogere temperaturen in het tweede deel van volgende week. Het zou zomaar zo rond de 23 tot 25 graden kunnen gaan worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.